Hey mensen, Mark hier voor Dynasty en we hebben vandaag een lekkere video. Twee nieuwe centerbacks. 88 rijkaart voor 560k, die is alweer dik 40k gedaald. En Blauw voor 900k is ook alweer dik 40k gedaald. Ik ben een top trader. We moeten een paar dingen bespreken in deze video, komen we zo bij. Als jij deze video een duimpje omhoog zou willen geven, zou je mij enorm helpen. Ik zou het enorm waarderen, dus doe gewoon even. Help je mij mee, help je jezelf mee. Zijn we eigenlijk gewoon allemaal blij, het is gewoon win-win situatie. Oké, eerste comment even die ik wil behandelen, is belangrijk. Hij zegt... Het ging over die base icon SBC. Ja. Iemand die zei, al krijg je een shit icon, stop je hem gewoon een icon SBC. Misschien krijg je wel een goede, dan heb je voor weinig geld, dus weinig had hij tussen aanhalingstekens, een goede icon. Dat klopt, ik kan Del Piero krijgen ofzo, maar kan ook, weet ik veel, Nesta krijgen. Is ook niet heel ideaal. Ik kan Baresi krijgen, is niet heel ideaal. En die SBC tikt bijna 500k aan. Voor, weet je, ongeveer 490 tot 500k. Voor 50k meer koop je 88 rijkaart. En kan je vertellen, wil het graag met je delen. Hij is heel erg goed. Echt fucking goed. Hem en Blank zijn zo belachelijk chill. Ik ga je ook na deze potjes, dan zie je ook Bukas Tactics. Want ik vind dat jullie het recht hebben om dit te weten. Het is net als een soort staatsgeheim, weet je wel. De overheid wil het nu met je delen, maar ik vind dat je recht hebt om tot die informatie te beschikken. Want het is zo belachelijk chill, hè. Kijk... Ik dacht van, wat doen we op dit kanaal, weet je wat? We proberen elke week gewoon een beetje andere dingen. Gewoon een beetje de fun erin houden. Gewoon dat je af en toe kan zeggen, oké, dit werkt wel lekker. Kijken of we nog een andere tactiek kunnen vinden die ook chill werkt. En dat doen we graag natuurlijk. Nou, kan je vertellen, we spelen fucking goed. Het enige nadeel is dat als ik nu op mijn telefoon kijk, dan zie ik dat Blank op zo goedkoop voor 830k gaat. Dus dat vind ik niet heel grappig. Maar weet je wat het is? Deze twee zijn zo goed, dat het mij echt geen sterk boeit. Rijkaard is nu 490k. PS4. Boeit mij geen ster, want ik ga die twee houden. Nou, ik ga David Luiz misschien wel doen. Moet ik wel even de coins bij elkaar sparen, want hij is er maar voor 3 dagen. Dus dat betekent dat ik keuzes moet maken. Of we doen David Luiz, helemaal top, helemaal leuk. Of ik doe hem niet, en dan hou ik gewoon deze twee. Weet je, het is maar net van het ene en het ander, want ik speelde wel echt heel fijn met dit team. Weet je, Rijkaard heeft medium, Blank heeft medium high. Want dat is wel lekker, weet je wel, goede combi. Allebei goed aan de bal, goede reacties ook, goede passing. Winnen allebei veel luchtduels. Ik geloof Rijkaard scoort zelfs een keertje in deze 10 games. Dan denk ik, ja kijk, het deel van mij wil wel Luiz doen. Ja, het is Luiz, weet je wel, lachen kaart altijd. Zeker wanneer hij zijn CDM flashbacks had. En de reden dat sommige clips zo lang zijn trouwens, is gewoon hoe hoog het tempo ligt. Is zo heerlijk om te spelen. Het is gewoon, iemand denkt te kunnen passen of boven zitten zijn, nope. 10 man erbovenop, lekker vol op zijn neus zitten. Het is geweldig. Het is van, ja, wat doe je eraan? Zou je bijna kunnen zeggen. Wie doet me nou eens wat? Sorry, dat moest. In ieder geval, kijk, de reden dat ik dit wilde proberen is ten eerste, met de 4-4-2 won ik niet elke wedstrijd, maar ik speelde wel goed, alleen kon niet iedereen pakken. Dus ik dacht van, oké, gaan even kijken. Toen kwam ik dit tegen op Reddit, uiteraard, waar anders. En dacht van, oké, we gaan dit een kans geven. Weet je wel, die dude omschreef het op Reddit als een beetje een hoge snelheidstrein. Weet je wel, gewoon vol gas, niet tegen te houden. Als iemand er wat tegen probeert te doen, wordt hij hem weer genukt. Dus ja, kijk, het is gewoon lekker. Je ziet het ook, we staan 4-0 voor nu al, hè. Deze guy heeft echt, Jens, heet hij geloof ik? Fucking ziek team had. Ik zei het hem ook na de wedstrijd, ze stuurde me GG. Ik zei, dude, je hebt een ziek team. Hoe gaat je weekend league? Zo gewoon even met een geplaat, goede gozer. We gingen zo lekker. Penalties verdienen, kansen creëren. Het is niet eens dat we gek veel balbezit hadden en we speelden niet op dropback. Dropback is namelijk het werk van de duivel. Het is gewoon, we speelden zo aanvallend, mensen. Geen park de bus bullshit. Geen verdedigende bullshit. Gewoon lekker aanvallen. Beautiful game. En dan, ja, je scoort hem nog 7-1. 7-1, mensen. Kunnen we even normaal doen? We gaan gewoon lekker 4-0 nu. Doen we goed. Komen we tegen dit team ook. Heel fraai team, zeker weten. Beetje vreemde keuzes hier en daar. Ik zou persoonlijk nooit Leighton Baines gedaan hebben. Maar ik kan het me voorstellen, als je een groot deel Premier League team wil runnen. En je vindt bijvoorbeeld Robertson te duur. Of je kon een beetje Baines voor weinig doen. Ik maak een heleboel excuses hier, maar we komen 1-0 voor. Vrij snel, je ziet hier ook weer. Hij heeft de bal met Fabinho. Doet zijn best. Ja, hij doet echt wel zijn best, deze man. Alleen, het gaat hem gewoon niet worden, weet je. Die fast build-up is gewoon te veel voor hem. Best hier komt door, heel 2-0. Iets in 10 minuten, je weet hoe we dit doen. Hij komt echt er wel door, weet je. Hij was niet incapabel, deze man. Depay, goede bal, verliep alles op, perfect getimed. Goeie goal. Dat is het enige wat we erover kunnen zeggen. Maar hier zo, hè. Alves heeft de bal. Moeten we omschakelen. Het is wel een erg intense speelstijl. In de zin van, het gaat nogal wat doen met je stamina van je spelers. Daar moet je rekening mee houden. Maar, als je daar rekening mee houdt, boy, het is leuk. Het is echt leuk om zo te spelen. Weet je, ik moet wel zeggen, de gameplay was zwaar. In de zin van, het voelde heel traag. First touches waren vreselijk. Maar het is zo
Weet je, voor hoe verdedigend mensen spelen na de patch en hoe saai het kan zijn, is dit een heel erg chille speelstijl. In mijn ogen in ieder geval natuurlijk. Weet je, ik heb al eerder een jaar dropback gebruikt. Sterker nog, in mijn eerste week... Nee, niet dropback, excuus, sorry. Fast build-up. En in mijn eerste week in League dit jaar had ik zelfs iets met fast build-up. Had ik... En ik had dropback toen. Geloof het of niet, maar ik gebruikte het toen. In de gedachte van... Ik wil niet, zeg maar, vol Mourinho... Maar al mijn... Kijk dit trouwens, wat is dit nou, mensen? Wie doet me nou wat? Ik wil niet vol Mourinho toen de man achter de bal gooien. Maar ik dacht gewoon, oké, weet je wat? We doen voorzichtig. En op het moment dat we de bal pakken, gaan we er vol op. Weet je wel, niet verdedigend zoals iedereen het tegenwoordig doet. En nu doen we gewoon pressure on heavy touch en fast build-up. Nou, niemand kan me wat doen. Letterlijk, geef me 2 minuten, ik sta weer 2-2. Je ziet het al hoe we dat doen. Rui Costa hier op Pogba loopt er gewoon omheen, wat niemand kan verdedigen. En dan hier, ja, niet Moeders mooiste goal, maar we verdienen het wel. Pogba hier flikt hem over zichzelf heen. Een volley raakt de paal. Beetje ongelukkig. Dan, ja, kijk, hij wilde niet in. Maar met een beetje doorzettingsvermogen krijgt hij wel de man. Hier zo mensen, fast build-up. Kan hij wel lekker met 6 man achteruit gaan rennen. Doet hem niks. Hij drukt alvast op start. Hij weet hoe laat het is. En hij kwit bij 5-2. Oh, dit was leuk. Ja, dit was... Ik kon ervan genieten, hoor. Kan ik wel even een klein glimlachje op krijgen. Komen tegen dit team. Ook een leuk team. Interessante keuzes. Alleen een beetje uit balans dat team. Weet je, ik snap niet waarom je Joshua King en Richarlison als spitsen zou nemen. Maar, hey, ieder zijn ding. Misschien werkt het voor hem wel. I don't know. In ieder geval hier, Dani Alves. Hier creëert de eerste kans van de wedstrijd. Helaas ging hij hier niet in. Ik kan hem waarschijnlijk onder hem door moeten schuiven. Maar het is hoe het is. Torreira hier op rijkaart. Bam. 1-0 voor binnen 5 minuten. Doe maar lekker. Hier is alweer foute paas van hem. En dan is hij de Sjaak. Alonso op Pogba lakken zetten. En je ziet die run van Best. Goedemorgen, man. Dat soort runs, daar betaal je toch voor. En hier is hij Best op zon. Ja, dan is het 2-0. Dan houdt hij er gelijk mee op. Kan hem geen ongelijk geven. Weet je, goed potje, snel potje, houden we van. Ziek team waar we nu tegenkomen. Bonuspunten voor originaliteit met Tevez en Gomez. En het was echt een goede pot dit, man. Ik stuurde hem ook na de wedstrijd. Ik kreeg alleen geen reactie van hem. Was zonde. Maar het was goed bedoeld natuurlijk. Rui Costa hier met de 1-0. Die man heeft goede longshots. Ik vrees de dag dat ik hem weg moet gaan doen. Maar die dag gaat er wel komen. Crespo hier. Ja, een beetje jammer dat Cech hem niet pakt. Maar staat 1-1. Dan komt hij hierna door. Weet je, het nadeel was... Het reden dat ik zeg maar niet daar Rijkaard selecteerde... Was ik dacht dat ik met Blanc die passing lane zou kunnen coveren. Maar weet je, ook al stond ik wel voor mijn gevoel in de lijn van de pass... Pakte hij hem niet. Oké, okay, is zonde. Zonde hier op Dani Alves. Ik schrok. Want ik dacht niet dat hij met zijn keeper zou komen. Dus ik paaste hem uit paniek. En gelukkig ging hij erin. Dus 2-2. Komt hij gelijk vanaf de aftrap met 3-2. Ja, dat is ongelukkig. Maar ik scoor ze zelf ook. Dus dan hoor je me echt niet klagen. Gomez hier dan op TFS. Perfect getimed. 4-2. Op dit moment had ik het opgegeven. Vrij eerlijk. Want hij was gewoon heel goed. We gaan elkaar gewaagd. Ik krijg 2 doelpunten. Ga ik niet meer terugkomen. 4-3 dan nog met Lozano. Ga je een beetje geloven? Denk ja, misschien kan het nog wel. Komt Best hier. Best op Lozano. Nou, dan voel je hem al, hè. Gutsen, late game player. Grote speler. Komen we hier weer door. Krijgen we nog een kant. Gutsen op Ibra. En nope, raken de paal. Dus dan moeten we penalties gaan nemen. Hij scoort zijn laatste penalty. En dan voel je hem eigenlijk al aankomen. Marcos Alonso mist te zijn. En dus verlies ik op penalties. Vind ik niet erg. Goeie pot. Goed aan elkaar gewaagd. Leuk potje. Sterker nog, scoorde zelfs een penalty met Pogba. Dus dat ging best goed. Toch? Hij heeft hier een goed aantal rode kaarten. Maar then again, een beetje met dat aantal rode kaarten... Maar mij niet uit. Ik zou ze zelf niet gebruiken. In ieder geval krijg je hier een corner. Eerste bal kaart staf. Want dit is FIFA 19. En dat is wat het spel doet. Komen 1-0 voor vrij snel. En dan zie je, nou, hij drukt op zwart. Hij weet eigenlijk al hoe laat het is. En je ziet ook hier weer Alves. Gelijk door Best. Ja, de verdediging is er nog niet eens. En dan Lacazette hier. Krijgt hem niet helemaal mee. Hij probeert hem te passen op zijn keeper. Guy heeft geen idee wat hij aan het doen is. Rui Costa hier legt hem terug. Staan we 2-0 voor. Hij quit. Helemaal top. Mensen, we zijn niet te houden. Echt fucking lekker spelen we. 8-1 gaan we. Nu komen we tegen dit team. Ja, kijk. Hier werd ik toch wel een beetje nerveus. Want ik zag na de wedstrijd op zijn place... Ik wilde een bericht sturen na de wedstrijd. Ik dacht van, yo, chill pot. Goeie pot. Veel van geleerd. Hij had zo'n ding met... Dat hij 72ste van de wereld was op een gegeven moment. Dus dat, is niet ideaal. Ik kon hem niet op Futwist zien, dood. Dus ik weet niet wat er van waar is. Wat ik wel weet, is dat hij een fucking ziek team had. En een heel goede speler was. We scoren hier de 1-1 met Dani Alves. En dat is lekker natuurlijk. Dat is de manier om Dani Alves te gebruiken. Dat is de reden dat ik ook Roberto Carlos wil op een gegeven moment. En dan komen we hier wel 2-1 voor. Dat doen we goed. Maar gelijk daarna zie je het alweer. Ja, hier kan ik niks aan doen, mensen. En dat vind ik jammer. Dat vind ik jammer. Want dat soort goals, ik zou ze graag willen kunnen voorkomen. Maar feit is, dat kan niet. Hier zo, ja, geen idee waarom mijn andere verdediger bij Blanc, geloof ik, was. Bij Ronaldo weg. Maar het is hoe het is nu, mensen. En dan kom je hier zo, ja, kijk. Dit is echt heerlijk geskild van de beste man. Ik werk hem hier niet snel genoeg weg.
Ik probeerde hem niet eens uit te passen. Was gewoon volledig mijn schuld. Begrijp ik volledig. Score nog de 4-3. Mag niet zo zijn. Mensen, ik wil je nog één ding laten zien. En dat is de tactiek bij dit team. Want ik genoot. Echt, ik genoot. Dit is het enige wat ik gebruik heb in het nieuwe potten. 4 en 2 en 2. Ik dank jullie wel voor het kijken. Hopelijk heb je genoten. Als zo is, doe dan vooral een duimpje omhoog. Abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. Want mensen, we gaan mooie dingen doen met dit team. En ik weet nog niet of ik David Luiz ga doen. Joejoe.